In beeld. Hoi, hoi. Voilà. Fantastisch. Dat is vooral gelukt, hè. Weer terug live te komen in de groep. Yes. En op YouTube. Dus we gaan iets heel lekkers voor jullie klaarmaken. Pierre heeft een fantastisch gerechtje gevonden. Dus wat gaan we eigenlijk een beetje maken? Een beetje opgevulde kippenfilet. Met vers gedraaide, ik ga die straks smaken, courgette spirali. En we gaan er een lekker sausje bij maken. Zo een beetje gelijk een bolognese saus, maar dan een vrij vaste. En we gaan er ook nog onze Herbalife tomatensoep in verwerken. Dat we toch onze extra eiwitten daar ook in kunnen toevoegen. Dus ik kijk er alvast naar uit. Ik heb het nog nooit gemaakt. Dus het is voor ons altijd iets nieuws. Voor dat met jullie dan te delen. Dus wij kijken er naar uit hoe dat smaakt. En zeker eens proberen, zou ik zeggen. Hè. Gaan wij starten? Ja, doe maar. Oké. Okay. Je moet niet verlegen zijn. Doe gewoon. Dus ik ga eerst die vulling maken. Dus normaal gezien is het voor 2 personen. Dus wij gaan het nu voor 4 personen maken. Dus als je maar met 2 bent, dan neem je gewoon de helft. Dus ik ga gewoon nu het receptje maken maal 2. Serieus? Ja. Dus ik ben eens benieuwd. Ja? Oké, ça va. Ja, maar ja. Je moet niet wachten. Ik heb het juist al gezegd. Dus ik ga starten met een jalapeno te snijden. Dus ik heb een groene en een rode. Dus ik ga die pittetjes er wel uithalen, want anders is dat vrij straf, denk ik. Dus gewoon de pittetjes eruit. Zo goed mogelijk. Hè. Straks zit er zo'n pittetje bij. Dat is geen probleem. Hè. Ja, nee. Dus dat. Voilà. Dat is nummer 1. Ik weet wel waarom ik dat altijd moet snijden. Ja, voor? Die jalapenos. Waarom moet je dat aan de hand? Want als ik mijn handen niet te goed was, en ik kom dan zo van iets pikants aan mijn lippen, per ongeluk, dan heb ik het vlaggen. Hè. Ik doe dat kopje eraf. Dus normaal gezien is dat maar 1, maar voor 4 personen nemen we er 2. Maar je vindt dat dus niet overal. Hè. Het zijn meestal pepers dat je vindt. Ik heb er 2 winkels voor moeten afrijden voor jalapenos te vinden. Raar maar waar. In een glaas. Ik ga dat in fijne stukjes snijden. Als een kip. Ja. Die moet ik eens even. Is dat kip? Aha, ja. Wat dus denk we hebben kippenfiletjes genomen. Dus we gaan er 4 van. Gaan we straks volledig bereiden. Ik ben wel benieuwd naar de smaak. Is het? Ja. Eigenlijk wel. Ik hoor. Dus ik ga deze heel fijn snijden. Normaal kun je dat met een groot mes doen, maar ik werk liever met een patatenschiller, met zo'n klein mesje. En waarom met een patatenschiller? Omdat dat voor mij gemakkelijker in de hand ligt. Daarmee. Oh. Leg ik gewoon aan? Goh, ik denk dat. Ah, dus je denkt dat. Nummer 1. Dat moet echt wel vrij fijn gesneden worden. Ja. Ja, dus ik was met mijn groot mes nog een keer bovenhalen. Ja. Ik kon er toch nog iets door met dat groot mes. Ik heb gelijk. Wil jij anders de kippenfiletjes al zo halveren? Schat ik hem. Nou ja. Zou ik dat wel doen? Ja, ja. Nee. Eigenlijk zou ik moeten kunnen stemmen in en zeggen van yes. Doet dat maar. Ik wil even dat groot mes hebben. Jij moet dat ook hebben, zeker. Ah, tuurlijk. Maar ik doe het anders. Doe het maar. Nee, ik ga het ook met iets. Dat is een broodmes, hè? Dat gaat allemaal. Ik weet het gewoon niet, hè? Dat gaat allemaal. Zie eens. Kijk eens, dat is zo fijn. Ah, met kabbeltjes of niet? Ik ben een fan. Dat gaat allemaal. Hoort dan maar eens crunchje. Ja, crunch. Crunch. Ah, maar crunch. Het is wel fijn, hè? Ja. Ja. Hm. Zou er van verschieten? Nee, ik verschiet daar niet van. Dus ik ga dat beetje gewoon in een diep bordje doen. Dat is voor onze vulling. Dat zorgt een beetje straks voor de crunch in je... in die ricotta dat we gaan gebruiken. Dus die gaan we er allemaal in doen. In dat bordje. Dat is nummer 1. Gaan we dat nemen? Gaan we onze ricotta nemen?
Zweimal. Zweimal. Ik ga dat ricotta nemen. Dus hoeveel gaan we ervan in doen? 6 theelepels. Maar hoe... Amai, kun je dat kan niet open? Schouw eens wat op, hè. Ja. Nee, dat het er al... 6 theelepeltjes van onze ricotta. Dat is een goede vaste kaas. Maar ik zie hier iets lekkers staan, hè. Ik kan eens een keer van profiteren. Ja, is er al weg met mijn thee. Schollen. Ja, kijk eens. 3. Ah, jam, jam, jam. 4. Een stukje kiek. Oké. 5. 6. Dus ik ga eens even met een andere lepelke. Tada! Gewoon? Gewoon open snijden. Open gesneden. Niet meer en niet minder. Inderdaad. We gaan er nog bij doen. We gaan er 4 theelepels dillen. Dus ik heb verse dillen genomen. Ik ga eerst zo'n plantje pakken, maar ik dacht, ja, deze kun je eigenlijk nog langer bewaren dan, vind ik persoonlijk. Dus ik ga ongeveer deze er volledig in doen. Dus dat komt overeen met ongeveer 4 lepeltjes theelepels aan. Dus heel fijn gesneden. Dat je echt zo van die kleine... Je kunt dat ook met zo'n potje doen. Maar natuurlijk, verse dillen, dat geeft een extra smaak. Dat is altijd veel lekkerder, hè. Hoe verser, hoe beter. Hupsie, dat is wat we gaan bakken. Nee, nee, is nog raar. Voilà. Ik ga daar nog eens even spelen, hè. Amai, dat riekt nog alles, hè. Geen plekje nog. Ja, dat is wel zo. En een volledige theelepel limoensap. Gaan we er ook nog bij doen. Nog iets meer. Voilà. Nog een potje. Gaan wij eens even. Normaal zit er dan alles in. Want dat is eigenlijk onze vulling voor tussen de kip. Ik ga het straks laten zien. Dus je moet het allemaal nog niet verklappen. Zo uit. Zo van dat gewoon mengen. Dan laat ik een doek even pakken. Zeg. Hopla. Zie je eens. Je moet dat gewoon mengen. Hè. En dan ertussen doen. Hè. Dat mag goed vast zijn. Hè, want dan moet er wel wat tussen blijven. Dat dat er niet van tussen... loopt volledig. Natuurlijk, als je dat gaat beginnen bakken, gaat dat ook wel een beetje smeuriger worden, dat er toch wel wat massa van tussen komt, maar... Een koffielepel. Dat valt nog mee. Ja, of een teaspoon. Een teaspoon, ja. Teaspoon. Loerpoeder. Voilà. Hoeveel gaat het ervan nog doen? Oei, dat is nog niks, want dat is nog niet op. Ja, ik moest alles gaan kopen, hè. Alles wordt die jurapot gebruikt, dat ik het niet kan bijhouden soms van de kruiden. Maar die denkt altijd van, oei... Dus dat is onze vulling. Ik ga er, ja. Ik ga er wel een foto van nemen. Dat je kunt zien dat het er moet uitzien op foto. Zullen we dat eens doen, hè? Ja, anders moet je dat doen, hè. Ja. Dus ik ga deze hier bij u zetten. Dat is voor straks. Yes. Een halve theelepel. Oei. Zo is dat hem, hè. Het is een hele, want het is maal 2. Oh, want we doen er 4. Ja. Voor 2 dingetjes is het een halve. Paprika poeder. Just hetzelfde. Ook 1. Ik doe dat zo lekker, maar dan heb je gezegd dat doe op het gevoel. Ja, maar ja. En dan zeggen ze zo lekker in de bienauer, hè? Mag het wat meer zijn? Cayenne peper. Nee, dat hebben we al niet gepakt, hè. Ik wist het niet. Ach, jee, jee. En alles zelf niet. Gaan we dat op het gevoel doen? Nee. Want als dat een beetje meer is, dan kan het zijn met de... Oeh! Dat de vlammen er langs alle kanten moet vliegen, hè. Ook een halve. Ja, want normaal gezien is het 1/4. Wat gaan we er nog bij doen? Yes. Okay. Met een avocado-olie.
gezond, hè, mensen. Amai, amai. Heel gezond, hè. Oei? Ja, ja. Volgens mij was die heel gezond. Ja. Ik voel me precies Mimi en Piet. Maal twee. Hopla. En dan gaan we gewoon maar eens mixeren, hè. Is roer in. Kijk, Saaske. For me delicious, hè. Wat gaat het dan doen? We gaan gewoon over die kiek smeren. Een soort marinade, of hoe ga ik het noemen? Ja, nog bijlijnen. Hoe ga ik het noemen? Dat weet ik niet, een beetje marinade zeker voor erop. Gemarineerde marinade. Of zoiets. Of zoiets, hè? En dan gaan we dat goed masseren. Met de hand. Draai de camera eens, want de mensen zien het niet. Deze? Yes. Niet te veel, hè. Kijk, daar stond mijn kop er niet op. Voilà. Ça va? Ja, ik kan dat ook deze doen, hè. Omhoog pakken. Ja, dat vind ik nou. Slim, slim. Ah, ja. Gewoon masseren met de vingertjes. De ene kant. We draaien om. En we hebben nog een andere kant ook, hè. Mm-hmm. Zeg ik ondertussen nou wat olie in de pan doen? Ja, zet die maar al gereed, zet die pan. Maakt het uit, moet het te klein of te groot zijn? Spook je het wel. Ah, maakt niet uit. Nee, spook je het wel. Ik ga misschien deze met die tomaatjes moeten daar straks in. Alles gebroken, hè? Lepelje afscheiden. Terug wat masseren. Voilà. Voilà. Met de vinger in het potje, hè? De pot zo wel doodscharen. Mm-hmm. Echt, hè? Uplassen. Handjes lasseren. Dus Pierre gaat ondertussen zelfs kippenvlees opvullen. Ja. En ik ga nu, ik heb kopje eraf gedaan, ik heb ze even gespoeld en schil en al. Dus ik ga die volledig opgebruiken in onze spiralisnijder. Dus ik gebruik gewoon zo een. Je kunt dat ook mee gewoon machinaal doen. Ja, maar kijk. Machinaal, maar je staat niet in beeld. Met jouw swiper. Ja, maar ik heb hem laten zien, hè. Ah, wel, maar dat draaien. Dus ga ik wel een keer, als ik al wat erin heb, ga ik hem laten draaien. Dus ik doe dat allemaal met de hand, hè. Het is handenarbeid. Ja, dan krijg je de spieren van, hè. Ja. We gaan ons... En dat heb je. Zie je? Dus dan gaat het dat eigenlijk aan. We gaan ons kieken opleggen. Zal ik eigenlijk in alle weg? Je staat altijd met een weg. Doe ik mij daar even zetten? Nee. Voilà. Dat is niet nodig. Maar ik wou het gewoon laten zien dat je dat perfect zelf kunt maken. Voilà. Kietje terug open. Ga je toe. Een einde open. Spijtig is al in beeld geweest. Oei. Ondertussen wat droog, hè. De armspiertjes laten weg. Goed dicht. Een einde open. Dat gaat weer al lekker zijn. Dat is dat nog wel, hè. Nee, ik. Nee, dat eten. Hoe weet je niet? Dat eten, joh. Oh. Dat eten. Allee. Komt hier op. Ik ben al bijna bij één rond, hè. Hup, zeg. Dus laten zien hoeveel je er eigenlijk van hebt van één. Dat is wel wat, hè. Moet er nog van wel van verschieten, eigenlijk. En terug toe. Kijk, op het einde wordt dat precies wat beter. Ik heb zo ook met dat spel verzetten een keer plakjes gemaakt. En ik had gewoon een stuk van mijn vinger geraakt. Ja, dat was lekker courgette. Stukje lag erbij. Met wat vlees. Stukje lag erbij. Maar ja, zwart. Dat is nog het ergste, nee. Mijn kaas zit ertussen. Wil ik het opgezet? Nog niet. Ah, moest ik dat opzetten? Die glinstert het op. Ah ja, ik had dat wel gezegd, hè. Voilà. Ja, dat is nogal een functie, hè. Echt waar. Zo'n filo. Eigenlijk van één project, hè. Dat is wel waar. Dat is zo'n filo dat ik hier heb. Ja. Dat dikke. Ja. Ik heb hier nogal wat te halen, hè. Mannetjes lief. Te halen. Ja. Houden. Ik heb dat nog niet. Houden.
kan alles niet. Ah, voilà. Ik vind dat door. Je moet dat leren als allemaal een beetje ontleden, hè. Ah? Al woordjes. Voilà. De kiek gaan we in de pan. Ah, nee, dat wil niet. Voilà. Dan ga ik met je in het tweede beginnen, hè. Hetzelfde manier. Gewoon draaien. Gewoon draaien. Gewoon draaien. Dan moet je eens komen, ze. Zie eens. Ja. Met een kiekleuter in, hè. Met zijn ricotta-kers en jalapeno's en... Ja. Dille. Een Dillen. Dille. Dun Dillen of... Dille. Echt, hè. Ongelooflijk. Mijn dingen die wel opschuiven, want ik plek genoeg in heb, hè. Heb je niet plek genoeg? Nee. Ik zal wel achteruit gaan dan. Mm-hmm. Ondertussen nu we cel er al sneden, dus nee. Ik zal dat wel aan het werk zetten. Zie je dan. Ja, ze komen er deur, hè. Je ziet er met die ballen beneden. Hé. Hey. Allee. Hallo, kroketjes. Ongelooflijk, hè. We zijn nog maar een kwartier ver, hè. Ja, en? Ik zie de kijk hier al af, ja. Ik zie hier ook af, met vier oren. Oh. Meeste mensen zullen dan zeggen van, Wendy, waarom koop je dat niet gewoon in de winkel? Nee, vertikken om dat te kopen. In de winkel is al kei lang in die pakjes. En nu heb ik al mijn vitamine dat ik nodig heb. Sorry. Ja, ze wil gewoon... Laten zien hoe het mussels dat zijn. Dat is het. Ja, ja. Komt er toch goed door, hè? Ik kom er altijd goed door. Maar mijn kracht in mijn arm is wel om te halveren. Ah, hahaha. Eze, het begint al. Ja, ja. Begint al. Celery. Die zijn er daar. Dan heb ik eerst wel met zitten hier een beetje... Het is wel binnen. Ja. Zal ik ondertussen nog eens drinken? Ja. Het is echt veel te warm. Ja, ik ben hier. Want dat koken en dat stierwerk hier. Ja, met dat gezever. Dat gezever, ja. Dan ga je hier een knijp. Jawel, hier. Dat is even opstoten. Ik zal opsmaken. Goeie celder. Dat is goed, celder. Komt het met? Nee. Ja, ik heb het een beetje te dik. Ik kan er juist niet door. Celder is heel fantastisch. Ik ga beter gaan. Kruik het, amai. Alsof. Tuurlijk. Oh, dat je in de keuken was om te springen. Komt gewoon af. De celder verbrandt meer calorieën dan dat hem zelf is, hè. Voilà, dan gaan we een hele uitleg krijgen over de celder. Nee, want ik stop er wel mee. Ik zal mijn kiek zien draaien, hè. Dat ga ik doen. Ik heb draaien. Ja, kip of kiek. Ik heb gelijk, hè. Eiknul. Ja, ik ben er bijna. Nog een 10 centimeter ongeveer. Maar nog niet helemaal. Nee, want het zit, we zijn er bijna. Hij zit verstopt, ja. Ja, het is verstopt. Oh. Maakt niet uit, hè. Het is wel mossels gebruikt. Ja. Te veel mossels en dat is niet goed, hè. Nee, ik ga het zelf als je biets nemen. Wat is dit van de week? Voor je tomaten, hè. Zou je dat daar ook in doen? Dat is nog een bit. Ah, nee, ik dacht dat jij zei dat je dat daar niet in doet. Dus dan weet ik niet dat gepakt wordt. Dat zeg gewoon dat dat dingen in gepakt wordt. Die chicken. Daar gaan we de dingen, hadden die er dan niet echt eens uithalen. Dan moet je daar dan de bieten dingen in pakken. Ja. De pieten. Ja. Dan gaan we gewoon even zo.
Next one. A pan op vuur. Grote vlam. We hebben hier een aanbieding. Wortelen. Loop. Ajoen. Ja. En de wok. Ja. Dat is het zomaar. Denk ik. En hier de gele paprika. Heel veel kleur alleszins. We hebben een beetje voor deze ook de paprika poeder nodig. Loop zat hier ook in, hè? Ja. Loop, aneuntjes en ik heb nog de gele paprika ervoor gebruikt. We hebben hier nog een knoflook pepermix, dat gaan we er ook nog in draaien. Gaan we spicy direct worden, hè? Nee, dat is niet spicy. Nee. En selderzout. Heel lekker, bij dingen, met tomatensausje. En dan gaan we nog eens kijken, want ik heb nog iets nodig. Ja. En basilicum. Voilà. Voilà, ik vind het op, ja. Dit gelijk. Ik heb genoeg. Ja, dit gelijk. Voilà. Ik ga deze eraf halen. De wortels is gewoon in de pan. Afsturen. Goed, dit is amai. We gaan die eerst lekker aanstoveren. Ja, inderdaad. Deze is echt minuutwerk, hè. Dat is niet veel... Een reality TV. Ja, reality TV. Onze paprikatjes gaan er ook bij. Dat is eigenlijk de hoeveelheid dat ik heb van 2 courgetten. Je kunt er wel wat mee, hè. Als je gewoon straks even slikjes opbakken. 2-3 minuutjes aanbakken. Je een beetje snel gevouwen olie of olijfolie. Nee, wil ik met een selder snijden. Voilà, ik moet een beetje afkuisen. Wat moet ik nu? Ja, dus de tomatjes al opdoen. Yes, please. Ik heb gewoon hele gepelde tomaten genomen. Je kunt ook met verse tomatjes doen. Maar amai, goed nu. Maar wat eraf krijgen. Amai, dat wordt wel altijd. Het kan altijd vol, hè. Ik kan altijd zo. Ja. En dan moet je de, het special ingrediëntje pakken. Special? Aha. Wat is dat? Ja. Ah, deze. Ja, het special ingrediënt. Ja, dus we gaan, dat is nog wel, ik heb dat niet meer in een verpakking, want ik heb dat nu in een doosje gekoken. Dat is gewoon onze Herbalife. Soep, tomatensoep, dat wij er aan gaan toevoegen, rechtstreeks. Dat is super lekker natuurlijk. Hè. We gaan beginnen met de kruiden, hè? Ja, deze eerst al bijna of voor de eerst kruiden? Eerst kruiden. Oké, goed. Dat is voor ze biet. Dat is ook voor ze biet. Voilà, onze pepermix. Ik ga er ondertussen wel een foto van gaan maken. Aan de groentjes er al in zitten. Voilà. Van de paprika. Hupsakee. Hupsakee zijn al ons mossen. De pekers vliegen hier al op de grond. Echt, hè? Zegt ze dat hij hier warm is? Met u, ja, de overstal. De overstal op. Ja.
De tomatendinges, mag erin? Ja. Dat zijn hele tomaten. Ah ja, dat heb ik gezegd. Dat wordt wel... Dat is toch nogal de paté, zijn hè? Dat is niet gezegd, hè? Hé? Ja, special dinges. Oh, oh. Zeg tegen mij. Oh, mijn dood. Hoeveel maak je bij? Dat is de soeplepel. Dan start je met hierna. We gaan er nog één bij doen, hè. Genoeg? Of nog één? Wat denk je? Nog maar. Nog één? Ze is nog verlegen. Nee, ik vraag het al liever. Was ze? Nee, ik ga verlegen zitten. Ik ben niet verlegen, ik. Ziet dat er goed of ziet dat er goed? Niet op mij, hè? Op deze hier. Ja, dat weet ik dan niet natuurlijk. Hè? Nou. Voilà. Nou, ze komt hier wel als toe worden, hè? Echt, hè? Nou ja. Nee, gaan we er ons een basilicum bij doen? Niet verlegen zijn. Dat mag wel smaken. Een beetje selderzaad, niet te veel. Want dat kan wel overheersend zijn. Maar dat is wel heel lekker bij dingen. Bij jouw tomatensaus. Mag nog wat in? Tomatensoep? Yes. Moet echt dik zijn. Dik. Dik. Moet gespierd zijn. Ja, dik zijn. Zie je, dat is gewoon op het gevoel. Hoeveel scheppen er al ondertussen in gedaan? Dat zijn de 5. 5 eetlepels. Ja. Eetlepels. Lepel. Echt, hè. Ik ga nog eens drinken, hè. Beetje... Dat is zoals... Thee. Epel. Soep eet je met een... vork. Dat ziet er fantastisch uit, hè, deze. Amai. Klein proetelvoerken, hè. Ja, maar even inkoken nu, hè. Nee, niet even inkoken. Een lepel en proeveren. Ongelooflijk. En? Amai. Ja, amai. Jam. Ja. Dat is goed, hè? Ik ben altijd goed. Maar ik breek nog wat. En hij is? Ken je dat gevoel? Nee. Parigiano. Dat is ook wel vrij overheersend, hè, als je daar te veel van gebruikt. Wat je wat hier is, het? Dat weet ik niet. Hè? Everything. Je moest een beetje kip daar even uithalen. Is het bijna gaar? Denk het wel. We zijn nog even zwart mee. Ja, massage is... We zien nog niet klaar. Nee, nou wel. Voilà. Ik kan de chicken nog eens een keer omdraaien. Blijft er goed tussen eigenlijk, hè? Een beetje lopen er van tussen, maar dat mag, hè? Dat moet. Ja, tuurlijk. Moet dat, maar ja, gelijk dat jij die omdraait, loopt er allemaal van tussen. Zal hij ze een beetje omdraaien? We hebben hier nog wat overschot. Dus maar we er gewoon bij in, hè. We moeten er anders mee doen, hè? Ja, twee naturel stukjes erbij. Daar gaan we er niks aan doen, geen kruiden. Gewoon, kindjes hebben soms graag een beetje de naturel. Naturella. Mag dat pannetje dan wel over? Dat gaat dan nog heel lang duren, hè? Ja, zeg je. Ja, maar je vraagt van mij dat pannetje wel over. Alsjeblieft. Haha. Als we deze nog lekker opbakken, zeg.
Gewoon wat afkruiden met wat peper en een beetje zeezout of kruiden. Iets anders. Kruiden, ja. Dus van deze heb ik niet nodig, maar ook niet. Dit is de lemon juice, AUB. Voilà. Lijst dat vuurtje nog eens even vol een bak hier voor de kiek. Beetje. Hopla. Ik word dan maar eens extra vissen. Ja, dit is dan een avocado olie. Nee. Dat is jam-jam zeker? Ja, dat ruikt heel lekker. Dat vind ik ook in de supermarkt, hè. Serieus? Ja, maar niet in elke supermarkt. Dit zijn de kanalen bij de Carrefour. De lezen hebben ze niet. Geen reclame, hè? Nee, maar als mensen dat soms zoeken, is dat wel handig dat ze weten waar ze dat kunnen gaan halen. In de winkel? En de lijsten hebben ze het ook, maar niet, dat is allemaal zo veel kleiner. Voilà. Ik ga hier al een beetje aan de kant zetten, want we moeten ze geen bordjes hebben. Maar we gaan niet een bordje zijn... prepareren. Ja, niet een bordje prepareren. En de rest doen we dan straks. Hè. Ik ga haar dan een beetje opkuisen, want ja, strak, dat is echt... strak plan, we moeten zien wie dat al gestaan heeft. Een marteling in de keuken. Zo, dat is een beetje groter maken. En dan kunnen we bijna gaan eten. Die borden wat dichter. Die kipjes smullen er wat. Ja. Ik heb het al. Anders druk ga ik het anders. Dat is het, hè? Er wordt een fractie van een seconde laat. Ja, nee, nee. Ook jij te vroeg. Ik zeg nog niet te vroeg. Dat kan een brutten, hè? Ik kan mij dat eens laten zien. Ik hoop dat je het kunt zien. Zo moet het eigenlijk er een beetje uitzien. Dus het klopt er zo wat mooi van tussen. Ja, nu moet je wachten. Hè. De andere keer. Dus ik kan het wel een bakje pakken. Gaan we een beetje knol bij doen, want... Ja, want we hebben een zwart korstje, denk ik. Een andere kiek. Met die lemon juice, zeker. Dat is wel... Auw! Was het warm? Nee. Was niet warm. Nee, tuurlijk niet. Ik heb warm. Heel warm. Hoe? Ja, ja. Nu is het wel. Deze gaan we halen, hè? Dat gaan we niet meer nodig hebben, hè? Ja, dat gaat gewoon staan. Ik heb hem dat speciaal daar gezet dat hij gedaan plek heeft. Ah, zo, oké. Pas niet mee. Altijd zo commenteren en je moet je wat beeld nog van zijn als je van een thee drinkt. Ik doe dat ook niet. Dat is de natuur. De natuur. Pure natuur. Ja. Goh. Dat is niet proeven. Nee, het is niet. Nee, je mag die proeven dat niet. Ja. Ik moet toch altijd wachten, dus nu heb ik het niet. Kijk, ik heb dat niet doorpaard. Ik zie het erop te duwen, hè. Nou ja, maar dat was ook open gesneden. Was dat knapper met mijn ogen gedacht. Dat was even op mijn mayonaise gegaan. Mayonaise. Ja. Allee? Nee, ik hoop niet zeggen. Nee, ik hoop niet zeggen. Allee, zeg. Lang nog. 2 minuten, voor de kip. En dan nog 2 minuten voor de dingen. Binnen 5 minuten kan ik gewoon dresseren. Is het zo? En al voor de dresseren allemaal klaargepakt? Ja.
mee, want dan zeg je, ah, ik kan er wel een ringje en dan dat erop leggen. Dat ga ik wel doen. Ja, ik ga dat doen. Waar ligt dat hier? Ah, ja, echt graag. Dat niet gebruiken om te vullen, maar wel voor een courgette. Dat is goed. Rond te leggen. Ja, ik beslis. Je mag alles beslissen. Voilà, de kiek is klaar. Kiek op rood. Ja. Een beetje olie misschien? Yes, kapitein. Ja, maar ja. Oh, maar je ziet al een beetje... Dat is niet zo niet. Mag het er allemaal in? Allee, het moest al bezig zijn. Gebakken courgette. Ja, je kunt dat ook lichtjes in het water. Even laten varen. Even water, hè? Maar daar zit maar een paar minuten en is dat. Wacht gewoon pakken. Pam, 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 pam. Ja, niet dat. De peper. Klap, klap. Hè? De bagage. Gewone zwette peperbordjes. Mm. Wat zeg? Hier moet dat niet zijn. Nee. Ik ga gewoon hier ook al aan het bier geven. De rest van onze celder steken we gewoon in stukjes in een zakje, een diepvries in en klaar. De vlam hoger. Ja, dat allemaal in zijn geheel, hè. Dat is niet zoiets voor dat eruit. Alle vlucht gaat niet verpakken. Ik denk het wel. No, no. Ben je niet verloren, ja, deze? Nee, ja. En dat is klaar, hè? Ja. Als je dat gewoon even de hitte laat voelen, dan is dat eigenlijk al meer dan voldoende. Sorry. Yes. Voor de zes. Zeg tegen haar, pak alles gereed dat je nodig hebt voor alles op te scheppen, maar... Eens kijken? Nee, nee, zo kijken. Nee, ik zie er nog niet lossen door, dus... Allee, come on, want ik ben mijn honger. U heeft er honger. Wij allemaal. Kinderen ook. Oh. Die zijn klaar, hè? Zijn dochter heeft krachtvoer nodig, hè? Een hele week al aan het dansen. Voilà, vind ik mij af. Dan mag dat er wel op, hè? Zal ik het doen? Zal ik wel opzij gaan staan, want... Ken je dat? Ja, en dan ga ik het dan doen en dat ik het juist gezegd heb. Oké. Pak die tot dat je die andere gevonden ja, hebt. Ja, ik ga dat doen, want anders komt dat niet goed. Voilà, dan ga ik je dat gewoon mooi rondleggen. Als je mij naar hier wil staan, was het nog in de... Allee, rond de daar. Hier. Dat de mensen dat kunnen zien. Nee, dat de mensen dat kunnen zien. Hoe dat je dat doet. Dus gewoon rond die ring leggen. Stringelingeling, ting, 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 ting. Echt, hè. Ah. Allee, dat is niet gemakkelijk. Zijn dat wel naar Mira zo stoos? Moeilijk houden. Het is goed, ik heb genoeg. Heb je genoeg? Allee, ja, vrouw. Ik heb genoeg. Voilà. Dan gaan we de buur af. Oogbeeld ook bij. Dus dan ga ik die ring wegpakken. Dan heb ik plaats genoeg. Voilà. Dan gaan we dat gewoon in de midden. Opvullen. Dat is gewoon alleen groenten, hè? Ja. De tomatensaus is voor de kleur. Mm-hmm. Dus er mag wel wat op, hè? Natuurlijk. Ja, en dan gaan we dat eigenlijk daar nog een stukje bovenop. Begint nu met de eerste. Een beetje een torenke maken. Dillen erover. De dillen. Een paar takjes erop.
Drop is genoeg. Nee, maar daar, dat vind ik mooier, Gies. Ja. Hela. Een beetje van de pepermolen nog. De zwarte. Een beetje afwerken, hè. Het oog wil het ook wat, hè. Voilà. Zet eens terug neer. We zullen de camera eens pakken, hè. Hup. Wat denkt u ervan? Just good. Hé, ziet er toch fantastisch uit, hè? Zie je? Zo moet het er eigenlijk uitzien. Ja, het is goed. All right. Voilà, ze. Wij gaan eten. En wij zouden zeggen, probeer het een keer. En laat ons weten wat je ervan vond. Ja, wat zeggen we dan? Aan tafel! Voilà. Tot de volgende. Salut! Tadaa!